Hallo, mijn naam is Laura en we zijn vandaag in het Corby Hotel in Lommel voor de Fashion Day en de halve finale van Miss Fashion 2019. Ik heb hier opnieuw vier prachtige dames naast mij zitten die ik een beetje beter wil leren kennen. Ik hoop jullie ook. Ik ga bij jou beginnen. Hallo, ik ben Dimara. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit Ramsel. En ik vond dat wel eens een leuke ervaring om te doen, dus ik heb mij maar ingeschreven. Oké, leuk. Ja. Ik ben Nora, ik ben 16 jaar, bijna 17. Ik woon in Maasmechelen. En ja, het leek mij echt gewoon interessant om te doen en een leuke ervaring. Super. Mijn naam is Ina, ik woon in Beveren en ik ben 20 jaar. Ik studeer pedagogie van het kind en mijn droom is dan ook om een eigen kinderopvang te openen. Mooie vooruitzicht in ieder geval. Ik ook. Hallo, mijn naam is Birgit, ik ben 23 jaar. Ik ben lingerista van beroep en ik had vorig jaar al de misverkiezing wel zo'n beetje in de gaten, dus ik dacht, ja, dit jaar moet ik mij inschrijven. Dus hier ben ik. Voilà, meisjes die toch wel weten wat ze willen naar de toekomst toe. Zijn er hobby's die jullie hebben of die jullie graag doen of wat je graag doet in je vrije tijd? Ik shop wel graag, maar ja, daarvoor moet ook veel werken. Dus in het weekend werk ik ook altijd, de vakanties, dus ja. Ja, sowieso shoppen. Ik denk dat dat wel bij iedere vrouw een hobby is, shoppen. En yoga en fitness, dat zijn de sportieve hobby's die ik dan heb. Maar voor de rest, ja, ook zo make-up en shoppen en zo. Ik reis heel graag. Dus ik probeer toch elk jaar zo wat naar verschillende landen te gaan, omdat ik dat wel heel leuk vind. Of eens een citytripje te gaan doen. En ook om te shoppen natuurlijk. Ik ben heel veel met muziek bezig. Ik speel ook piano en gitaar. En ik zing ook. Ik dans ook, al 11 jaar. Ballet vooral. Ik zit ook op de kunsthumaniora. Dus ik doe WKD daar, woordkunstdrama. Dus ik ben ook met acteren bezig. Amai. Wat een vrouw hier naast mij. Ik voel mij op en top vrouw hier tussen. Ik heb een paar keer horen vallen dat er heel graag geshopt wordt. Zijn jullie dan ook effectief bezig met de mode te volgen en ja, met de fashion vandaag de dag? Of wat vinden jullie wat er nu in de rekken hangt? Wat vinden jullie daarvan? Oh, ik vind dat een beetje moeilijk om op te antwoorden, omdat ik pak hier die microfoon al, sorry. Ik vind het een beetje moeilijk om op te antwoorden, omdat iedereen heeft wel nog altijd zijn eigen stijl. Ik kan echt in winkels binnenkomen waar ik zeg van oei, hier vind ik echt niks. Maar dat kan goed zijn dat iemand anders daar dan wel echt zijn ding vindt. Ik ben ook wel echt bezig met de mode die nu speelt. Ook zo op mijn Instagram-account. Als ik zo'n outfit aan heb, ga ik zo op zoek naar een mooie plek voor een mooie foto. En dan op elk kledingstuk doe ik dan zo, dan tag ik van welk merk of van waar die komt of zo. Dus ik ben er wel echt mee bezig. Ja, ik kijk ook veel op Pinterest zo. Daar zie ik wel altijd leuke dingen. Ja. Ja, ik vind zo dat het te mainstream is in het worden eigenlijk. Dat veel meisjes hetzelfde blijven aandoen. Ja. Dat je heel vaak dezelfde kledingstukken terugziet. En ik vind het toch fijner om dan iets unieker te zijn en ja, andere dingen aan te doen. Als je spreekt over iets unieker, wat is jouw stijl dan zo? Of hoe zou je jouw stijl omschrijven? Goh, ik heb echt verschillende stijlen. De ene dag kan ik een kleedje aandoen en kan ik heel elegant overkomen. En de andere dag ben ik echt een pure tomboy. Ja, het kan echt heel erg verschillen eigenlijk. Maar dat is wel leuk, hè? Verschillende kanten van jou laten zien. Bij Miss Fashion hebben we natuurlijk ook een paar sponsors. Zijn jullie bekend met een paar van onze sponsors, zoals Herbalife of Axel of Extensiel of zo? Ja. Heeft er iemand van Herbalife al gehoord? Ja. En wat denk je ervan? Ik heb het zelf een tijdje geprobeerd. Ik heb vorig jaar ook aan een misverkiezing meegedaan. En dan heb ik eigenlijk een aantal maanden één maaltijd vervangen door een Herbalife shake. En dat beviel me wel heel goed. Ik vond het lekker. Ik had ook niet zoiets daarna van, oh, ik heb echt nog wel honger. Want het voelt ook echt wel goed. Dus ik was er wel tevreden van. Herbalife ken ik ook. Ik ben er niet zo bekend mee. Maar ik vind wel allee, leuke dingen voor mensen die dat nodig hebben en dat echt wel willen proberen, dat dat een goed alternatief is, Herbalife. Zeker. Ja. Oké, leuk om te horen. Ik heb jullie al wat beter leren kennen, maar om nog een beetje van jullie persoonlijkheid naar boven te halen, ga ik een heel atypische vraag stellen. Stel dat ik je vraag voor één goed doel uit te kiezen waaraan je geld mag schenken of waarvoor je iets gaat doen. Welk goed doel zou het dan zijn? Bij mij kinderkankerfonds. Ja. En waarom? Ja, kindjes en kanker. Ja, dat blijft gevoelig, hè. Dus daar zou ik dan wel, ja.
Ja, oké. Okay. Mooi. Leuk. Ja. Ik zou... Oh, ja, bij mij zou dat ook iets rond kanker zijn, omdat mijn opa zelf kanker heeft gehad 3 jaar geleden. En die hele levensweg naar het einde toe is heel moeilijk en heel zwaar. En ik vind voor die doelen dat je daar wel extra voor kunt inzetten, om dat makkelijker te laten gaan. En, ja, ja. Oké, okay, snap ik wel. Ik zou mij inzetten voor de diertjes, de beestjes die verwaarloosd worden, die mishandeld worden. Ik vind dat echt heel, heel erg. Ik heb ook een hele grote droom van mij, is om zo een soort van huisachtige kennel te openen. En echt zo dieren die gekwetst of gewond of verwaarloosd zijn, mishandeld zijn geweest, om die echt gewoon terug de basis van een vriendschapsband tussen mens en dier op te bouwen, dat die terug vertrouwen kunnen hebben in de mensen en die dan eigenlijk te plaatsen waar ze goed zitten. Klinkt heel interessant. Ik ben daar zeker voor te vinden. Ik make a wish, omdat ik het echt een heel mooi concept ook gewoon vind. Ik vind het heel mooi wat ze doen. Ik heb er zelf ook aan meegedaan een keer. Ik heb een jongetje geholpen met die leukemie had. En ja, dat is echt iets... Dat is geweldig om die kindjes te zien lachen. En dan, ja, dat vult je hart echt gewoon met vreugde. Dat is echt, ja... Ik vind het 4 fantastische doelen in ieder geval. Ik hoop jullie ook. Ik heb de meisjes leren kennen. Het zijn 4 echte fashionistas met een gouden hart. Ik heb het al door. Ik wens ze heel veel succes binnen deze wedstrijd en geniet vooral van vandaag.